wel lukt, is de bier naar boven. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, er zijn prioriteiten. Bier is belangrijker nu. Nee, bier staat in de weg om onze catwalk naar binnen te sjouwen. Dus, maar je geluidsman die gaat zo meteen meehelpen. En de visagist daar, ja, ik zie jullie wel lachen, maar we gaan gewoon iedereen aan het werk zetten om dit op tijd af te krijgen. Dus 20 minuten en dan gaat hij erop. Gaat het echt lukken vanavond? Tuurlijk, ben je gek. Moet je kijken. Ziet er nou al vet uit. Luister, we hebben vanavond gewoon een sneak preview. Het is echt een welkom in onze bouwputfeest. Het is heel makkelijk. En nu willen we gewoon onze achterban laten zien hoe ver we staan met de verbouwing. En wat we eigenlijk hier willen gaan doen. Dat is het eigenlijk. En dan volgende week vrijdag hebben we weer een opening van de Dutch Design Week. Dan hebben we 10 dagen lang festival. En dan 2 weken later gaat het restaurant echt open, ongeveer. En dat, dus het hoeft ook allemaal niet allemaal, hè, helemaal alles aan alle kanten af te zijn met alle toeters en bellen. Want anders ga ik me ook vervelen natuurlijk. Ik vind het wel leuk als alles een beetje werkplaats voor werkplaats af is. Ja. Nou, ga vlug even meeshouwen. Ja, dat ga ik doen. Ik ga doen alsof ik aan het werk ben. Net zoals mijn zoon. Kijk, daar gaat hij hoor. Kijk, dat is nou mijn zoon. Het is zover, vrijdagavond, le grande öffnung. We hebben er zin in. Ga daar even mee kijken. Ik ga een blikje drinken, want ik geloof dat ze alleen blikjes serveren. Bij Amaro in het ketelhuis. Het begint al een gekkenhuis te worden. Ja, buiten staat al een kleine rij, dus volgens mij wordt het wel een teringband hoor. Niet komen hoor, ik zou gewoon naar de... Nee, ik zou niet komen, gewoon thuis blijven, lingo kijken. Er staan gewoon mensen al buiten te wachten in een rij, wat vind je ervan? Daar komen de hele tijd mensen binnen. Nou, toen ik binnenkwam stond er een rij, dus ik weet niet, voor ons te doen is het nog vroeg. Gaan er hier nog mensen op jouw podium lopen? Nou, ik hoorde dat die broer van jou, hè, die schijnt heel goed te kunnen stripteasen. Dan gaan we dat zeker, dan gaan we het zeker doen. Mag dan ook meedoen? Ja, Tom Awesome, die staat ook heel goed in. Ah, ja, 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 dan zijn we de drie, hoe noemen ze dat, de Chippendalers? Ja, de Chippendales, heel goed. Ja. Succes vanavond. Hè? Ja man, ga lekker wat drinken. Ja. Ik sta hier bij Tom. Tom, wat vind je hier van het stroomhuis? Ketelhuis. Ja, maar er wordt toch stroomhuis? Ja, nou ja, goed, hoe je het doet, maakt niet uit. Ik vind het geweldig. Ongelooflijk blij dat er weer een pareltje bij is aan de kralers door. En een plek waar gewoon lekker gekke dingen kunnen gebeuren. Tot hoe lang gaan we blijven vanavond samen? Ik heb een kamer geboekt in het Art Hotel, dus... Ik blijf hier voorlopig wel. This is a test for the weak-minded people. De B-fiets. Hier moet het gebeuren. Ik denk, ik ga even een keer met jou dansen, maar je bent nog niet helemaal in de mood, hè? Jawel. Proost.
En die heel veel succes met de. Nee, ik dacht, het is ook voor de gezelligheid een klein plantje. Fantastisch. Voor mij de gaat erop. Niels is onze buurman. En Niels die gaat in de machinekamer zitten met de Dutch Design Week. Een hele goede restaurant. Fantastico. Godverdomme nou. Radio Royale. Heel succes.